Hey allemaal, voor eerst een dikke merci voor de toffe reacties op een filmpje dat ik ongeveer een jaar geleden heb opgenomen. Ik had toen nog Fristo-vriendjes beloofd, maar dat is er niet van gekomen. Ja, gisteren heeft het me eigenlijk wel een beetje geïnspireerd om toch regelmatig eens een keer mijn geld te spugen. Maar het is ook gewoon geweldig leuk om te zien dat andere mensen dezelfde frustraties ervaren. Vandaag heb ik weer iets leuk in petto. Vandaag zou ik graag even een klein babbel gaan doen over Facebook. Ik vermoed dat iedereen die dat hier mee bekijkt, de situatie zich wel zou kunnen voorstellen. Herkent iedereen dat zo? De moment dat zo iemand op een verkoopsgroep, een weggeefgroep, een kattengroep, een dierengroep, komt vragen voor een gratis kitten. Ja, ik zie de gezichten al gaan. We weten allemaal dat dikwijls hele ambetante gesprekken worden. Het blijft mij verbazen dat mensen daar die vraag nog durven komen stellen. Niet omdat ik kwaad ben of zo op die mensen, maar iedereen weet toch dat als je dat daar vraagt, dat je miserie krijgt. We weten allemaal dat de mensen die dat vragen eigenlijk wel goed weten waar ze mee bezig zijn. Hè? Je moet maar die ene zijn die dat niet weet. Geet wat voor. Dan begint het eigenlijk pas. Wel, dan zitten er allemaal helemaal opgefokt op te reageren. Ik doe dat dan weer, ik ben daar te lui voor geworden. Als die dan zo kwaad worden, dan begrijpen sommigen niet waarover het gaat. En sommigen begrijpen het heel goed. En die gaan dan tegen die dierenvrienden zeggen dat ze moeten stoppen met aan de tand doen. Soms krijg je dan de vraag, heb je dan iets speciaal voor ruzie te maken? De vraag is dan natuurlijk, wie is er daar speciaal om ruzie te maken? Want als je weet, als je zo'n vraag stelt op zo'n groep, dat er ruzie van komt. En toch slagen er nog bijna elke dag honderden mensen in om die vraag te gaan stellen. Jij als kattenvriend, jij zet dan een bozerik. Want jij komt toch altijd maar aan betant doen op die Facebookgroepen. Dan begint het pas echt. De moraalmoeders die komen dan nu een keer af. Die hebben meestal de helft van het gesprek niet gevolgd. Zeg, waarom komt die dan altijd zo kwaad doen tegen de mensen? Wel, iedereen kent dat tabelletje van 1 katje, 2 katjes, 3 katjes, 4 katjes, 5 katjes. En die dan 2 katjes maken en dan nog 2 katjes. En die hebben dan 2 nestjes en die maken nog eens nestjes. En al die nestjes dan vormen heel veel nestjes. En dat is dus het probleem waardoor dat wel, hè, altijd beestjes van straat moeten gaan halen. Dat zijn de zure ambetante dierenvriend. Als je dan geluk hebt, dan zit er nog ergens iemand in het gesprek die je goed hebt nagedacht over de hele situatie en dan in de prijs. Ik weet niet hoe dat we dat... We hebben eigenlijk nog geen naam voor die mensen binnen het kattenmilieu. Dat zijn mensen dat diep hebben nagedacht over het hele complot achter het hele sterilisatieproject of zoiets. En wat als de katten gaan uitsterven? Als de katten gaan uitsterven, dan ga ik yoga doen. Yoga. Alle dagen yoga. Ik opsta yoga. Ik kon rust en vrede hebben in mijn leven. Als de katten uitsterven, dan zijn we allemaal gerust. Dan heeft er niemand geen probleem mee. Dan kunnen we ten eerste al geen ambrassen meer maken op Facebook. Maar vooral, de katten gaan niet gelukkig zijn. Want ze moeten niet meer omgaan met al die idioten. Als je schrik hebt, start een kweekprogramma. Misschien vind je wel wat argumenten. Als je dat nog een keer zegt. Jij hebt allemaal zeker veel tijd. Nee, we hebben geen tijd. We willen gewoon een beetje voorkomen dat we achteraf tijd moeten steken om de problemen op te lossen. Dus misschien hebben we dan wel een keer tijd. Het feit dat hij reageert, zegt toch ook wel veel over uw tijd. Dus als we de tijddiscussie gaan voeren, als we dat willen doen, laat ons toch een keer gewoon doen. Ga uw gang. Als jij goesting hebt om een hele litanie in gang te steken en een of andere beheerder van de groep een kop in te bezorgen, doe maar. Want soms zit er misschien eens ene tussen die zich niet voldoende heeft kunnen informeren. Als ik heel vriendelijk wil reageren, dat is gewoon informeren dat we dan in veel gevallen nog doen, zonder aan te vallen. Maar door de commentaar die erop komt, lijkt dat wel een van de grote bombastische aanval. Als wij willen informeren over wetgeving, als wij willen informeren over de voordelen van een katje in een asiel te gaan halen of bij een kattenopvang, en je nog eens een goed doel steunt bij, en je zeker bent dat je goed geïnformeerd wordt, een goede uitleg krijgt, en weet dat uw kattenkin in orde is. Als jij het dan liever gaat, is kattenkanaal, doe maar. Ik kan u niet helpen denken. Dan worden ze gedacht en dan denk je, ik ga, nee, ah nee, die ga hier. En dan ziet je dat er een of andere een brave ziel in asiel tegen. En dan krijg je daar de volle lading. En als je dan geluk hebt, hè, dan krijg je nog eens gelijk ook als dierenvriend. Op het moment dat de kattenkens 6-7 maanden zijn, niet steriel zijn, weet iemand mijn kat zitten. Zonder chip. En dan begin je heel dat verhaal opnieuw. En dan zitten ze op Facebook.
Maar daar gaan we het volgende keer over doen. Het is ook altijd heel gezellig.